Misschien moeten we gaan liggen. Ik ben dol op een fika. Otta! Nee? Nou, op een heerlijke vriendschap. Dag 3 is nog maar net begonnen en het is nu al mooi. We gaan vandaag een hele mooie route doen door de Zweedse natuur. We eindigen bij een molen, Kvarnen Is heet dat, vlak bij Göteborg. En dat is nou juist de plek waar deze Volvo C40, waar hij geboren is. Oh, we gaan een beetje back to zijn, naar zijn roots. Yes! Stop eens, wat? Ik zie daar volgens mij een paar herten. Waar? Wacht, ja, stop, wacht. Stonden er toch 2 of 3? Ja, er stonden 3 zwarte... Zwarte gestaltes. Herten. Hebben we wel een stille auto en dan zijn wij zo. Ja. Zijn degene die zo vallen. Misschien moeten we gaan liggen. Ja, kans 1 helaas. Poging 2. Dit gekraak, joh. Dat is niet te doen. Ja, was het mooi? Dag 3, les 3, Zweeds leren praten. Oh ja. Du måste lära prata svenska. Oké? Okay? Ja. Tellen is misschien ook wel handig in het Zweeds. Hè? Ett, två, två, tre, tre, fyra, fyra, fem, fem, sex. Oh ja, sex. Sju. Wat? Ja, dat is heel lastig. Goeie? Sju. Sex. Åtta. Åtta. Nio. Nio. 10. Otta. 9. En dan 10 is? 10. 10. En 10. Jeetje, Mina. Ja. Nou, ga daar maar eens even op oefenen. Ed. In je hoofd graag. Oh. Het is fika, fika tijd. Is er een fika momentje in deze dag? Heb je daaraan gedacht? Wat denk jij? Tuurlijk is ja? er een fika momentje. Oh, gelukkig. Ja, nee, don't worry. Dat is mijn nieuwe lievelings. Wauw. Wow. Wat een topplek dit. Maar check even dit uitzicht. Prachtig, prachtig, prachtig. Ja? Dat is een flinke fika. Ja. Zo. Ik wil heel graag die uitproberen. Nou ja, go for it, ja? Ik ben dol op een fika. Het staat ook zo goed. Ja, hè? Jij ook. We gaan weer verder, Pets. Haken mijn pipi langs trompen en de vakt is jag. Hoi! Har du sett min apan, lilla, lilla, lilla apan. La, 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 la. Hé, en rijdt dat nou een beetje lekker? Ja, ik kan er van alles over zeggen, maar eigenlijk moet je het zelf ervaren. Ja, dat probeer ik al 3 dagen. Oh, oh, jij wil... Nou, hé, hey, be my guest, hoor. Ik wil wel even ruilen. Ja? En, eerste indruk? Ja, dit rijdt natuurlijk heerlijk. Ik zit helemaal comfortabel. Lekker. Zit goed. Ik voel me veilig. Ik voel me ook veilig naast jou. Nou, wat fijn. Ja, je geeft je staat een soort van rust uit. Nou, goed zo. En dan zou je eigenlijk de pilot assist eens moeten proberen. Dan druk je op dat knopje. Ja. Dan gaat die auto dus een beetje meesturen. Dus het is een soort van, vooral op lange afstanden, een comfortabelere manier. Een meer ontspannen manier van rijden. Dan zorgt hij dat je tussen die witte lijnen blijft. Ja. En dat hij de snelheid van het andere verkeer ook voelt en daarop aanpast. Maar ik voel het ook. Als ik hem iets naar links wil sturen, dan corrigeert hij me. Van, hé, je gaat te veel naar links. Oh. Grappig. Maar als je de toekomst kijkt, wat zou je graag dan nog willen doen? Want je hebt echt heel veel gedaan. Op werkgebied, dan bedoel ik. Ja, want hey Google. Wie is Kim Lian van der Meij? Kim Lian van der Meij is een Nederlandse zangeres, actrice, televisiepresentatrice, stemactrice, musicalster en danseres. Oh, danseres ook! Oké, okay, nou. Dus je hebt 6 titels. Je hebt wat een lijst! Heel veel gedaan. Heb jij nog, wat zou je graag willen doen? Ik woon nu in Zweden en dan vind ik eigenlijk ook dat ik daar moet proberen iets op te bouwen. Ja. Op werkgebied. Ja, nieuwe ronde, nieuwe kansen, schone lei. Ja. En jij? Het is lang geleden dat ik me zo heb gevoeld. Ik ben hartstikke verliefd. Ik denk dat dat, daar kan geen leuke baan tegenop. Nee. Hier is het. Is het hier al? Ja. Kvarnen. Kvarnen. Oh, wat een bijzondere plek. Nou, ik ben benieuwd wat het bos ontschaft.
is dit? Nou, fantastisch. Hè? Wauw. Hallo, hallo. Hallo. Hey. Oh, this smells good. Yes. Nou, we vallen met de neus in de boter. Oh, ik heb een bordje hier geduwd. Oh, we are so... It smells so good. I don't want to say hungry, but we are in for food. Jagen en hungry. Oh, no. Wat? Jij kwam er zomaar uit. Wat hebben wij drie fantastische dagen gehad. Zoveel kilometers gereden. Het voelt ook wel dat we veel langer zijn weg geweest, omdat we zoveel hebben gedaan. We hebben heel veel gedaan en heel veel gezien. Ja. Enorme afstanden afgelegd. Hoe is het elektrisch rijden jou bevallen? Ja, heel goed. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik toch ook altijd een beetje sceptisch ben over elektrisch rijden. Maar dat vind ik toch easy peasy? Maar ik heb er niet eens een seconde over nagedacht. Ja. Het is natuurlijk stekker, het is eigenlijk makkelijker dan gewoon rijden. Dan je had verwacht misschien ook wel. Veel makkelijker, ja. Onze cirkel is rond. We zijn uitgekomen vlakbij Göteborg, onze eindbestemming. Ja. Waar deze mooie Volvo vandaan komt. Nou, daar moeten we even proosten. Absoluut. Proosten op het geweldige mooie land. Ja. De mooie reis. De mooie auto. Maar ik heb misschien nog wel het meest van jou genoten. Oh, ik ook van jou. Nou, op een heerlijke vriendschap. Is geboren in Zweden. Jee! Heerlijk. Proost. Wij gingen met de Volvo C40 Recharge op een roadtrip door Zweden. Back to the roots. Ja. Zoveel gave dingen gezien. Ja, benieuwd wat we allemaal hebben gezien? Klik dan hier.